topnemers die er dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Sijbrand Tieleman. Je bent van Peaks. Wat doen jullie? Beleggen. We hebben met een app gemaakt. Volgens mij zeiden jullie het net. Het is beleggen met je wisselgeld. Dus als je ergens betaalt, dan ronden wij je betaling af naar de volgende euro. En die kwartjes en dubbeltjes, die beleggen wij automatisch voor jou. Dus wie is je doelgroep? Doelgroep? Ja, dat zijn mensen die niet beleggen. Toch wel de gewone Nederlander. Ik las net in de krant dat zo'n beetje iedereen belegt inmiddels. Ja, valt mee. Ja? Dus ongeveer 20%, 25% belegt wel eens of heeft belegd. En nou, zeg maar 2% belegt actief. Dus heel veel mensen ook niet. Er zijn heel veel mensen die nog niet beleggen. Ja. En waar beleggen jullie dat dan in? Want ik begrijp, ik koop een biertje en ik betaal 2,70 euro en ik doe iets met jullie app. Dan gaat zeg nou 30 eurocent, die halen wij dan uiteindelijk van jouw rekening. Ja, en waar stop je dat dan in? Dan stoppen wij dat in zogenaamde index trackers. Dus een beetje een beleggingspeaker. Ik zelf daar nog invloed op uitoefenen? Ja, we hebben 4 profielen. Individuele aandelen. Er zitten 6 van die trackers in en dan kan je kiezen of je defensief of zeg maar wat avontuurlijker belegt. En dan de verdeling is dan obligaties, aandelen die wisselt. Dat zijn duurzame trackers. Dus we zitten wel in de duurzame variant van die index. Ja. En mensen die nog niet beleggen, ze hadden het al lang kunnen doen. Dus er is een reden waarom ze het nog niet doen. Ja. Daar heb je onderzoek naar gedaan. Waarom doen ze het nog niet? Ja, de meeste mensen vinden het eng. Dat is denk ik reden 1. Dat is toch de perceptie van veel risico. Hè? Het beleggen kan naar beneden gaan. Moeilijk. Je moet allemaal kiezen. Je moet er kennis over hebben. Dat is een belangrijke reden om het niet te doen. Heel veel mensen denken dat je er heel veel geld voor moet hebben. Om überhaupt een soort van te mogen beginnen. Het is complex. Dat is toch de belangrijkste reden om het niet te doen. Hoe overtuigen jullie ze dan? Ja, dus we beginnen natuurlijk gewoon door de drempels allemaal zeg maar weg te nemen. Hè. Dus we zeggen, begin met een euro. Dus op zich hoef je geen geld te hebben bij ons om te beginnen, maar met die eerste euro kan je starten. Product natuurlijk leuk en aantrekkelijk maken. En verder is toch ook wel veel content maken. Klinkt een beetje saai, maar gewoon toch uitleggen. Ja, wat dat is, dat beleggen, waar je dan in belegt, hoe dat werkt, wat de risico's zijn, wat je kan tegenkomen in je beleggingsleven en waarom je het eventueel wel of niet moet doen. Ik vind het wel heel slim bedacht, dat ding van dat jullie afronden naar boven, zeg maar. Dat kleine beetje wat je eigenlijk niet merkt. Dat biertje is toch al te duur, dus die paar dubbeltjes erbij, nou ja. Nee, dat is een beetje het idee. Ja, goed, het verhaal is een piek, dat kan ik tegen jullie kennen dat wel, maar vroeger had ik zo'n piekenbuis, guldens, die lagen daar te liggen en dat is geld wat je dan eigenlijk al een soort van niet mist. Je had het al, het was al ergens weg. En als je dat dan bij elkaar optelde en in de piekbuis stopte, dan werd het toch wat. En dat gevoel, zoveel geld wat je niet echt mist en dan alles bij elkaar telt het op toch tot iets. Dat is eigenlijk waarom wij er zijn. Ja, ik heb nog een heel flesje. Mijn oma deed dat met dubbeltjes. Die spaarde voor al haar kleinkinderen, spaarde ze dubbeltjes. Precies. Ik heb nog een heel flesje. Ik heb hem ook nooit ingewisseld, want ik vond te mooi. Te symbolisch, te mooi. We willen graag overigens. Dat heel veel van onze klanten die doen het voor hun kinderen ook weer. Of voor hun kleinkinderen. Ja. Een potje erbij. En kan je dat ook bij jullie doen? Jij kan gewoon een klant worden en dan kan je. Jij kan gewoon dat gaan doen en dan op een gegeven moment aan jouw kinderen of kleinkinderen schenken. Ja. Maar we komen wel degelijk met een kindrekening. Dat moet nog geïntroduceerd worden. Dat moet nog geïntroduceerd worden. Ja. Hoeveel mensen doen er nu mee bij jullie? We hebben officieel gezegd dat we meer dan 25.000 klanten hebben. Dus dat zijn gewoon betalende klanten die het gebruiken. Daar zitten we al inmiddels al een tijdje overheen. En dat hebben we binnen een jaar live zijn, hebben we dat bereikt. Ja, dat is. Dus dat is veel. Ja, het is een beetje. We hadden de lat zelf wat hoger gelegd. Het is wel veel. En in onze industrie is het ook wel echt wel een succes. Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf. Wat als je 25.000 mensen hebt die het proberen en 3 keer 30 cent. Nee, dat zijn wel naar de gemiddelde. Klant gebruikt het echt wel. Ook voor waar het voor bedoeld is en waardeert ook het product en betaalt ons ook. Dus het is niet gratis. Maar we hebben wel meer klanten nodig dan die 25.000, 30.000.
om uiteindelijk een zeg maar, businessmodel rondgerekend te krijgen. Ja. Dus we zijn er nog niet, maar laat ik zeggen, gegeven nou, weet je, omstandigheden doen we het best heel erg oké. Okay. Ja. Ik las ergens dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen met een investering van de Rabobank. Ja. Hebben die geïnvesteerd of ja. Is het een bedrijfje van de Rabobank? Nee. Ja, het verhaal is dat ik was dus ooit IT-ondernemer. Ja. Business to business. Ja. Toen ben ik zeg maar met een PowerPoint naar de Rabo toegestapt. Echt alleen een idee? Met een idee. Ja. En toen is eigenlijk in dat gesprek is ontstaan van, goh, misschien moeten we er een bedrijf van maken. En laten we dan een apart bedrijf ervan maken. En toen is Rabo, ja, die had ook een investeringsfonds, het Fintech Venture Fonds, zeg maar, ja. Waar vandaan ze investeerden. En nou, wij zijn een van de eerste zeg maar, investeringen geweest die ze gedaan hebben. En de drie oprichters, waar ik er een van ben, en de Rabo zijn eigenaar van de BV Pix. Dus het is geen onderdeel van de Rabo, maar ze hebben wel een flink... Nou, stuk van het bedrijf. En maakt ook dat jullie de integratie met Rabo-klanten eenvoudig kunnen maken? Nou ja, het idee, ja god, PSD2, zegt jullie dat wat? Dat zijn die eisen die gesteld worden aan banken, gereguleerde instellingen. Dat is een betaalrichtlijn, die komt uit... We hebben hier dus iemand aan tafel gehad, die heeft daar 5 minuten over zitten vertellen. Toen was ik al totaal afgehaakt, dan vroeg ik me af waarom je in godsnaam dan nog iets begint. Is dat raar? Waarom je nog iets begint? In de financiële sector. Als zo ingewikkeld. Nou ja, het is vreselijk. Waarom in godsnaam nog iets in de financiële sector? Maar dat is ook best lastig om iets... Er is heel veel wet en regelgeving. En er is een nieuwe wet. En dat heet PSD2. Dat staat voor Payment Services Directive, betaalrichtlijn 2. Ja. En die verplicht alle banken ertoe dat zij hun systemen, transactiesystemen, open moeten stellen. Ja. Aan partijen die daar toestemming voor hebben van de klant. Ja. En die wet had er al eigenlijk moeten zijn. Dus het is een Europese wet. In Nederland is wat laat met de invoering ervan. Vorige week is dat aangenomen in de Eerste Kamer. Maar voordat wij, dus dan kunnen we straks al die banken aansluiten. Maar doordat we Rabo aandeelhouder is, hebben we wel al de Rabo kunnen aansluiten. Ja. Rabo klanten kunnen aansluiten. Jullie beleggen dus in indexfondsen. Ja. Met verschillende risicoprofielen. Dat kan je ook opgeven als gebruiker. Hoeveel risico je wenst te nemen en hoeveel je wilt beleggen. Ja. Zag ik ook nog dat jullie daarbovenop dan weer zeggen dat je ook nog weer een soort... belegd in, hoe zeg je het ook weer, in een betere wereld. Dus niet in wapenindustrie, niet in dit zijn de duurzame varianten van index trackers. Ik vind het altijd zo'n dubbele boodschap. Want volgens mij ga je toch gewoon beleggen omdat je rendement wil hebben op je geld. Ja, dat heb je wel mee op het geld. Er zijn ook andere mensen steken, hoor. Het is altijd, je hebt gewoon totaal geen garantie op het rendement. Dus dat is gewoon wat de markt doet. Dat heb je sowieso niet. Ja. En nou blijkt dat die duurzame variant, dat ongeveer evenveel rendement oplevert als de gewone variant. Dus we sluiten dingen uit, maar uiteindelijk sluit je ook weer dingen meer in. En dan netto komt dat ongeveer op hetzelfde neer. En wij hebben dan wel zoiets van, ja, als je dan toch voor de lange termijn bezig bent, want het is beleggen, hè? Beleggen moet je voor 5-10 jaar doen. Doe het dan in dingen die ook een beetje soort van goed zijn. Ja. Weet je, dus dan verbind je het een beetje met het ander. Dus het is eigenlijk een beetje gek om nu nog heel veel in slechte bedrijven te gaan investeren. Dat doe je. Als je het ook in goede bedrijven kan doen zonder dat je daar heel veel rendement voor hoeft te laten liggen. Dus eigenlijk een no-brainer voor jullie. Eigenlijk is voor ons is het een no-brainer. Ja. 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 Nou, ik vind het ook wel mooi. Ja. Ja. Hey, maar dus je zegt, hè, je moet er voor de lange termijn in zitten. Nou kan ik me best voorstellen dat ook veel mensen denken van maar ik wil even die korte termijn, weet je wel. Ik wil gewoon eventjes... Nee, dus dat zien we ook wel. Vorig jaar toen we lanceerden, toen had je de Bitcoin hype. Ja. Dus toen kregen we echt heel veel vragen van, wanneer kan ik bitcoins? Ja. Dus dat hebben we best nog wel zelfs nagedacht. Ja, misschien moeten we dat doen, hè. Alle klanten die vragen erom. Als die 100.000 waard wordt, waarom niet? Dus dat, achteraf zijn we wel blij dat we dat niet hebben gedaan. En jonge mensen, die zijn soms ook wel eens teleurgesteld. Want die denken, wij gaan beleggen bij Pieks. Dan word ik snel rijk en dan wordt het allemaal goed. En die haken dan, dat zijn ook wel de mensen die het snelst afhaken. Ja. Terwijl die eigenlijk Voor jullie is het eigenlijk een andere vorm van sparen. Sparen heeft op het moment niet zoveel zin.
Ik moet heel erg oppassen wat ik zeg, maar volgens mij is het goed als je op jonge leeftijd voor lange termijn zeg maar, vermogen opbouwt, dat je dat niet alleen met sparen doet, maar dat je ook wel degelijk kijkt naar andere assetklasses, heet het dan. Terwijl beleggen is dan gewoon ook goed. Vertel ook eens iemand dat je eigenlijk van ook weer tekent dat je gebonden bent aan een soort van goede boodschap over, weet je, als je die gedragscodes van de financiële wereld moet... Nee, we hebben allemaal zeg maar, de bankaire eed heb ik moeten afleggen. Ja, maar dan moet je toch ook dit soort adviezen geven, dat het verstandig is. Dat is meer dat je, we zijn een beleggingsonderneming, dus we hebben een vergunning van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. Die houden toezicht op jullie. Die houden toezicht. Ja. En we hebben dan een bepaald product, een bepaalde vergunning, waardoor... Wij, in dit gesprek geef ik niemand advies, maar we mogen geen advies geven. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja. En dat zijn best wel hele strenge regels en dan moet je gewoon goed opletten. Ja. Dus onze klanten kiezen zelf. Precies, advisering is één ding en faciliteren is een ander. Ja, wij informeren, dus wij informeren, maar we adviseren niet. Ja. En ook niet of dan sparen beter is dan beleggen. Dus precies, daarom aarzelde je even. Nee, dus daar, dat heb je goed gezien. Dat klopt. Ja, dan zouden we het. Nou goed, dus ik weet niet de AFM, of dit AFM dit ziet. Denk ik niet. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit, hè? Goed, ik ben er toch een beetje. Nee, maar, je moet er gewoon een beetje op. Ja, maar we hebben geen advies nodig, maak je geen zorgen. Wij willen vooral geïnformeerd worden. Ik zou je adviseren, klanten. We willen geïnformeerd worden over hoe we rijk zijn. Klanten van de webpik, dat adviseer ik. Dat is echt geniaal. Ja, en dan informeer je me daar. Wat er op... Dan geef ik je al goed is voldoende informatie. En ik vind dat iedereen ook een stukje zou moeten beleggen. Maar dat is toch afhankelijk van hoe jouw situatie eruit ziet. Ja, hoe lang zijn jullie nu bezig? Een jaar? We zijn dus een jaar in de markt. Ja? Maar ik ben er al wel ruim 4 jaar mee bezig. Zo. Vanaf die eerste en wat PowerPoint. Gebeurt er dan? Wat doorloop je dan, zeg maar, van de PowerPoint die je bij de Rabobank presenteert? Ik was nog ondernemer in een oud bedrijf, dus daar moest ik nog zeg maar, mezelf uit ontvlechten. Rabo zei van, laten we maar eens een plan maken, want dat was echt een PowerPoint. Dus dan ga je eerst een plan maken. Dan moet je bij de investeerder moet je ook nog wel wat hoepels door, voordat het dan echt allemaal... Nou, ook echt de investering loskomt. Dus dat heeft gewoon best wel de 1,5 jaar geduurd. Zijn we eigenlijk aan marktonderzoek en MVP. Die term kennen jullie. De eerste versie van een productje, hoe het eruit kan zien. En toen hebben we uiteindelijk zeg maar de finale echte go gekregen. Dat is nu 2 jaar geleden. Hier is de investering, de bak met geld. Ga het maar bouwen. En dan ben je nog echt wel een jaar bezig om een vergunning te krijgen. En mensen te vinden. Zeg maar het platform te maken. En om te kunnen lanceren. Ja. En zo is dat ongeveer gegaan. En wat is er veranderd sinds die MVP, sinds die eerste versie? Wat heb je geleerd sinds dat je de mensen zijn gaan gebruiken? Wat zal ik zeggen? We zijn het nog iets simpeler gemaakt. Ik denk dat we nog meer dingen eruit gesloopt hebben. En dat is vooral zeg maar duidelijker. Dus met name teksten en plaatjes en dingen waarvan wij dachten van, weet je, dat snappen mensen wel, hebben we het nog verder vereenvoudigd. Dat soort feedback hebben we wel zeg maar, doorgevoerd in de uiteindelijke app. En maar eerlijkheid gebied te zeggen dat heel veel ook gewoon gebleven is. Het concept is niet echt veranderd. Mm-hmm. Dat stond eigenlijk al vanaf die eerste PowerPoint. Ja. Dat kost gewoon veel tijd en moeite om het allemaal goed te maken. Want dat is wel lastig in die financiële wereld. Het moet allemaal kloppen. Tot 6 cijfers achter de komma. En dat je daar, dat kost tijd. Om het ook maar allemaal op te schrijven en die processen en procedures voor elkaar te krijgen. Dus is je dat tegengevallen? Nee. Ja, als ik eerlijk ben, ja. 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 Nou ja, ja. Nou, je had dat al zo zeggen, je had dat niet kunnen inschatten dat er zoveel bij kwam kijken. Nee, ik heb dat echt wel niet zo, ja, dat is wel anders dan had ik gedacht. Ja. Ja. En ook als je het product eenmaal hebt, dan is het de manoeuvreerruimte die er is om weer nieuwe dingen te doen, dus die is ook, eigenlijk per definitie dan al meteen een stuk kleiner, omdat je gewoon een gereguleerd ding bent. Ja. Ik heb best aardig wat belicht. En dat doe ik ook nog wel een beetje af en toe als ik er zin in heb. Het is best leuk. Ik ben een totale risicozoekende belegger. Hè? Dus ik doe allemaal korte termijn. En als ik er geen zin meer in heb, dan verkoop ik alles weer. En dan wacht ik weer tot ik er weer zin in heb. Ja, oké. Okay. Dus ik doe het niet voor de lange termijn. Dat vind ik saai. Iedereen zijn ding. Ja. Nou, heb ik ook wel eens in van die fondsen belegd, waar jullie dus ook in doen. Mm-hmm. En kijk ik, het enige waar ik naar kijk, is gewoon wat ze voor rendement de afgelopen jaren behaald hebben. Tegen de, zeg maar, het gemiddelde. Ja. Nu bestaan jullie nog heel kort.
Nee, dus wij beleggen, dus wij de fondsen die kopen wij in. Hè? Dus eigenlijk die fondsen die kan je ook, als je wil, kan je die bij De Giro of bij Bink, kan je zeg maar ook zo'n pakketje samenstellen. Ja. Maar dan moet je dat allemaal gaan kiezen en doen. Dus dat is, hè, dat heel veel mensen haken dan af. Dus daarom zijn wij er. Maar het zijn dus niet onze fondsen, die kopen wij in bij BlackRock, bij UBS, bij allemaal partijen die dat soort fondsen... Ja, niet weer nieuwe mandjes. Wij hebben ze wel bij elkaar geveegd, dus 6 van die dingen. Maar in principe zijn die dingen, en die dingen volgen gewoon de markt. Ja. En die zijn wereldwijd gespreid. Dat is eigenlijk heel saai. Ja. En renderen dus zoals de rest van de aandelenmarkt doet. En dat is afgelopen, als je heel veel in ons hete profiel, hè, dus wij hebben zeg maar tapertjes. Ja, risicozoekend. Ja. Risicozoekend, dan zit volgens mij 6,1% gemiddeld over de afgelopen 10 of 15 jaar. Nou, dus dat is wat we zeggen. Gemiddeld is, mag je verwachten dat je over 10, 15 jaar 6,1% gemiddeld per jaar rendement haalt als je dat profiel kiest. Ja, waarbij we haalden de staat in het verleden geen En dan waar wij ook op letten is dat de kosten van die dingen, maar goed, dat is dan weer anders. Dat is natuurlijk altijd een doorslaggevende factor. Ja, daar hebben wij het dan ook weer op geselecteerd, dat die gewoon, weet je, dat is handig als die laag zijn. Ja, en nu zijn er natuurlijk wel meer platformen tegenwoordig, maar... Die mandjes, fondsen aanbieden, mandjes aandelen, index trackers. Wat is nou echt jullie unique selling point in die hele overdreven markt? Dat het dan toch allemaal nog net wat simpeler en toegankelijker is dan al die andere partijen. Want ik denk, je moet voor de gein, maar ik vind het dus geen echt concurrenten. Want iedereen, of je moet €1000 meebrengen, of je moet gaan kiezen, of je moet door moeilijke websites heen. Of ze hebben geen app waar je het in kan doen. Dus er zijn of ze vertellen het gewoon toch in lastige speak. En dat hebben wij allemaal. Dus in feite, ik ben het met je eens. Ons product is een heel saai beleggingsproduct, wat je ook bij een ander beleggingsbedrijf kan kopen. Yep. Misschien moet je al een pensioen gooien, whatever. Maar de manier waarop wij het verpakt hebben en door dat aan dat wisselgeld te koppelen, dat bestaat nog niet. In ieder geval niet in Nederland. Ja, dus het zit eigenlijk vooral in dat gemak van dat wisselgeld. En ik vind dat een heel leuk idee. Ik zei net tegen iemand toen we hierheen liep. Ik kwam volgens mij laatst ook een instelling tegen die leningen verstrekt. Ja. Die je terugbetaalt door je pinbetalingen. Ja. Elke pinbetaling wordt automatisch verhoogd met €1 of €2, weet ik veel. Ja. Dacht ik, dat vind ik wel origineel. Ja. Want dan betaal je dus ongemerkt betaal je een lening terug. En dat zo werkt bij jullie natuurlijk ook een beetje. Nee, dat is het hele idee. Ja. Dus eigenlijk... Weet je, zonder al te veel een buzzword, maar het hele idee is dat jij gewoon je leven leidt. En terwijl je nu je normale leven leidt. Ja. Word je rijk? Bouw je in ieder geval een potje op. Dat is onze doelstelling. Nederlanders bouwen, heel veel mensen bouwen geen potje op. Ja. Omdat ze denken dat ze dat niet kunnen, of omdat ze geen discipline hebben, of ze het vergeten hebben. Of ze gaan op vakantie. Gaat dit ten koste van de fooi van de barkeepers? Ja, misschien wel. Nou, dan moet je wel heel doelgericht bezig zijn hoor. Ja, maar stel je betaalt, ik betaal €3,75 voor een. €2,75 voor een biertje. Dan die normaal zou ik het kwartje zeggen, doe maar €3. Dat klopt. Ja? Ja, als je heel bewust bezig bent met die transactie. Maar goed, je kan ook tegen die voor je zeggen, maak er dan €4,01 van. Dan heb je €99. Dan heb je 26 cent. Ja, precies. Je rolt alles af op een euro. Dan moet je naar de volgende euro. En hoe werkt dat dan? Want dat ga je, neem ik aan, niet elke keer van mijn rekening afhalen. Eén keer per week. Eén keer per week. We bundelen het. En dan kan ik er nog een maximum op zetten. Nee, je kan hem stoppen. Je kan hem tegenhouden. Je krijgt van ons een push alert, een notificatie we gaan dat weer doen. Morgen gaat het van je rekening af. Als je op deze knop drukt, dan stop je het. Maar goed, als je het nodig hebt, je kan het ook weer gewoon de dag daarna kan je het weer opnemen. En dan verkopen we je weer aandelen en dan heb je het geld weer op je rekening. Dat duurt dan 2 of 3 dagen. In jullie geval gebruiken jullie technologie, een app. Je maakt het simpel door technologie. Je maakt een mandje van aandelen. Zorgeloos beleggen, potje opbouwen. Ja. Als we even 1 stapje terug doen en je kijkt naar de trends die zich in die financiële wereld afspelen. Wat is dan je volgende stap in dit proces? Wat is het volgende idee? Want er is natuurlijk nog heel veel meer te doen. Ja, er zijn wel ideeën. Heel simpel, maar dat geeft een beetje een richting aan. Wat een van die bedoelt dat jij. We kunnen. Goed, je moet maar vragen. Maar wat je doet, je geeft de app toestemming om te zien wat je uitgeeft. Hè? Ja. Dus wij zien de app ziet wat er ook zeg maar, op je rekening terechtkomt en van je rekening afkomt. Een van de dingen die wij willen doen, en daarbij noemen we dat de bonanza, is dat
We kunnen bijvoorbeeld zien dat er meevallers ontstaan op jouw rekening. Weet ik veel, misschien krijg je een tikkie van iemand. En dat komt op jouw rekening te staan. En dat is iets, dat is geld wat normaal gesproken er daar niet staat. Nou, en die tikkie die kunnen wij dan zien. En dan krijg jij misschien wel een notificatie van ons. Van goh, we zien dat je een tientje, een meevaller hebt van een tientje. Ja. Of hè, de energierekening wordt terugbetaald omdat je al na een jaar. Nou, weet je, dat is ook zoiets. Dus een beetje een anomaly, heet dat zo. Ja. Nou, en dan uitzondering. En dan krijg je, en dan zeg je, nou weet je, oké, douw maar. Dus stuur dat tientje ook maar naar mijn potje toe. Dus dat zijn, zeg maar, in die richting zijn wij aan het denken van, goh, weet je, die data die we hebben, daar kunnen we slimme dingen mee doen die voor jou het allemaal nog wat makkelijker en relevanter maken. Is het er een leeftijds... Wat, 18, je moet 18 zijn. Je moet 18 zijn. Ja, ja, dus we hebben, en wij kunnen dus wel een kindrekening maken straks. Maar goed, dat is meer een juridisch ding. Dan kan wel jouw kind eigenaar zijn juridisch van de rekening. Maar dat is mijn geld dan naar je precies, rekening precies gaat. Ja. Ja, jij moet het openen. Ja. Ja. Wanneer... Maar goed, ik heb nog 1000 ideeën, maar ik weet dat ik dat daar wat, nog wat klein beetje voorzichtig mee zijn om dat helemaal te delen hier. Maar goed, uiteindelijk komt het neer op gemak, dat je niet hoeft na te denken en dat het, zeg maar, dat toch enigszins voor je geregeld wordt. Dat zal toch wel, dat zal de belangrijkste zijn. Hoeveel klanten hebben jullie nodig om... Veel. Ja, laat ik het is een dubbeltjesbusiness. We hebben dus een paar 100.000 klanten hebben we nodig. Dus wij we gaan ook volgend jaar Europese landen in. Okay. Om toch wat extra schaal te bereiken. Ja, wat je vaak ziet volgens mij bij dit soort start-ups die wij spreken, is dat één ding, je bent heel gefocust aan het begin natuurlijk om je app goed te krijgen. Ja. Het platform moet allemaal werken, de integraties met de... Systemen van de Rabobank, allemaal hartstikke ingewikkeld, allemaal veel gedoe. Ja. Autoriteit, financiële markten, vergunningen, daar ben je allemaal de afgelopen 4 jaar doorheen geakkerd. Ja. Nu werkt dat en nu heb je klanten nodig. Dat kost heel veel geld. Ja. Nee, dus, dat betekent marketing, dat betekent, daar wordt het geld over het algemeen aan verdiend. Nee, dat klopt, dat beeld ook. Je hebt de Rabobank als investeerder. Ja. Hebben jullie voldoende geld om dit nu... echt die markt in te rammen? Nou, we hebben best wel... Ik had er nog nooit van gehoord. We hebben zelfs tijdens de lancering vorig jaar dus over geld. Ik bedoel, en dat hebben we weer gestopt, maar een lang verhaal. Hebben we zelfs op tv reclame gemaakt. Dus toen zijn we ook echt hard gegroeid. We hebben ook naamsbekendheid, al die dingen. Dus we hebben best geïnvesteerd in marketing. Dat hebben we weer een stukje teruggezet, omdat die PSD2-wet uitgesteld is geraakt. Waardoor een ING-klant nog niet kan afronden. Ja. Maar als dat weer open gaat, dan hebben we wel degelijk de middelen om weer marketing te doen in Nederland. En ondertussen hebben wij wel de tijd gehad om ook daar te optimaliseren. Dus wij weten inmiddels... Je weet hoe het werkt. Ja, maar ook marketing, hoe marketing werkt. Dus ook het gewoon van, weet je, welke boodschap doet het, welk kanaal doet het. Wat mogen we over hebben om een klant binnen te halen? Dat is allemaal, daar hebben we best wel zeg maar, geoptimaliseerd de afgelopen maanden. Ja, je zit eigenlijk gewoon te wachten, want je kunt nu integreren met de Rabobank. Maar wij wachten natuurlijk om een soort van te gaan. Maar goed, we hebben nog niet genoeg geld voor die buitenlandse expansie. Dus dat is wel degelijk, die voorbereidingen voor extra geld aantrekken zijn wij wel aan het doen. Maar dan heb je gewoon veel geld nodig, met name voor marketing, dat klopt. En aan welke landen denk je dan? Ik vraag het ook met name, omdat als wij hier over met partijen praten over buitenland, dan gaat het ook altijd over cultuurverschillen. Dat is ook al wat. Wij willen toch naar de grote Europese landen, met goede economieën, dus Duitsland, Frankrijk, een beetje die hoek moet je denken. Brexit laat je even achterwege. We kijken, ja precies, Brexit. Nee, inderdaad. Gaat nog veel meer effect hebben dan ze daar denken. Want dus wij gaan er ook een beetje met een grote boog omheen nu ook. Dat denk ik ook. Dus dat zijn de... En we hebben wat marktonderzoek gedaan daar al. Dus dan merk je ook culturele verschillen, met name Duitsland. Dit is gebaseerd op het feit dat er digitale transacties zijn. En zij doen daar nog heel veel met paargeld, met gewoon cash. Ja. Zijn sowieso spaarders allemaal. Dus beleggen... Fysieke potjes. Fysieke potjes. Ja, ze stoppen het in stenen. Ja. Dus daar moet je wel truc voor verzinnen. Ja. Ja. En dat is ook een leerweg zijn. Maar we gaan een Duitse meneer aannemen, ook die marketing gaat doen, die uit Duitsland komt. Dus ga je daar lokaal ook ergens een kantoor doen? Nee, we allemaal vanuit hier. Je hebt een vergunning en een operatie en dan kan je, als Duitser word je ook klant bij onze Nederlandse BV. Zo werkt dat. Ja.
Dat, okay. dat heeft ook met die vergunningen te maken. Ja. Zo werkt dat, ja. Nou, ik vind het interessant. Ik denk dat ik die app even ga downloaden. Ja. Ik ga hem ook zeker. En aan mijn kinderen ga ik hem ook aanraden. Om een potje op te bouwen. Ja, ik ben al een tijdje bezig met mijn oudste. Dat die klant moet worden. Hoe oud is die? Die is 20. Ja. Ja. Ja, maar het is nog niet gelukt. Hij zit nog niet in de noodzaak. Hij is een beetje een soort van... Hij geeft geld liever uit aan andere dingen. Aan bitcoins. Nou ja, dat heb ik eigenlijk zo zeker. Ik heb twee kinderen. Die ene ziekte wel de potentie. Die wilde investeren in bitcoins. Nee, ja, dat is diegene die het niet gaat doen. Ja, dat is die... die heeft al geld in bitcoins. Die is al geld kwijt. Die is al geld kwijtgeraakt. Nee, die andere, mijn dochter ziet daar de potentie wel van. Ja. Nee, maar dat is een ding goed voor iedereen ook een beetje te leren hoe dat werkt. Ja, zeker. Hey, spannend. We gaan het in de gaten houden. Vooral met die... het komende jaar wordt spannend. Nee, dat wordt ook... En die introductie buiten. En de introductie buiten. Volgend jaar is een spannend jaar. Ja. Dank dat ik hier mocht zijn. Leuk dat je heel was. Leuk om te horen. Ja, super. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken natuurlijk Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Nog één keertje dit jaar. Volgende week, Stekel. Ja. Volgens mij hebben we dan onder meer Spotify te gast, dacht ik. Ja, dat klopt, ja. Dat is ook weer een leuke... je weet, je kunt onze archieven... We moeten straks even terugkijken, Steken. Maar volgens mij is dit al ons negende seizoen. Moeten we ook nog zeggen dat we ook nog een leuke podcast uitbrengen met een jaaroverzicht? Die komt later deze week. Dus ja. Dat is absoluut een hele leuke. Ja, die was ik weer vergeten, man. Shit. Ja. Maar die komt later deze week. Dus sowieso, als je niet... of als je het ook fijn vindt om in de auto of tijdens het sporten of tijdens het koken... de uitzendingen te beluisteren, dan hebben we een podcastversie voor je. En later deze week dus... Een hoogtepunt is, dat doet het eigenlijk een beetje te kort. Het is eigenlijk zeg maar de rode draad van een jaar topnames kun je dan in een podcastversie terugluisteren. Dag.